so that nobody sees me. Aha. Rayo Gaming. Dag lieve heidertjes, leuk dat jullie weer kijken. Na een allereerste aflevering van... Oh god, mijn muis stopte mee. Oh god, nee, toch niet. Waar is die? Waar is mijn muis? Oh, daar is mijn muis. Oké. Van eerst allereerst Titanfall, als jullie het nog niet gezien hadden. In ieder geval, wij spelen dus nu Titanfall. Ik heb eindelijk die, hoe heet het, gekregen. En dit snap ik niet, want we hebben net dus dat stukje gekregen van 3, 2, 1 landen. En nu pas gaan we landen. Ik weet niet of het een bug is, wat dat hoort. Of wat het een soort van... iets is, maar het is een beetje vaag. Ik vind... parcours. Bam. Zag dat dan. Zag die skills. We gaan gewoon lekker over de daken heen rennen. Want je weet het, hè. Als je in dit spel speelt, moet je eigenlijk mensen gewoon de hele tijd over de daken lopen. Want je ziet iedereen die op het dak loopt. Dat is een echte speler. Zoals hij. Hij is dood. Hij is hartstikke dood. Maar daar kon hij niks aan doen. Want ik ben gewoon fucking goed. Oh, bijna. Oké, okay, dan gaan we gewoon. We gaan er gewoon voor. We gaan gewoon. Oh, wat? Huh? Muis! What you doing? Mouse, stop! Ik zag hier nog eentje lopen. Oh. Oh, hier zat er nog eentje. Ik zag hem wel. Ik zag die mofo. Ik zie hem niet. Waar is die? Crunch. Oh, fuck. Ah, hij zat ineens daar. Hij zat weer daar trouwens. Dat is diezelfde gozer als eerst volgens mij. Wat voor wapen heeft die man dan? Oh, sniper. Echt, sniper met silencer. Gaan nou echt Call of Duty spelen. Oh. So that nobody sees me. Aha! Fuckers. Oké. Okay. Oh. Oh, ik zag je wel hoor, motherfucker. Ha, jammer jij. Laat me killen. Wat heeft hij voor wapen? Oh, ik kan niet eens wisselen. What the fuck? Holosight Extended Magazine heb ik op mijn carbine zitten. What the fuck? En mijn tijd is nog steeds niet klaar. Wat duurt het lang? Ik heb gewoon een kill gemaakt zonder dat ik het door had. Ik dacht dat ik twee grunts aan het killen was, maar... Dat vind ik ook wel zo leuk, hè? Een constant als een pot. Je hebt dan van die pot, zeg maar, die uit de lucht komen vallen. En er zitten dan van die enemy grunts in, zeg maar. Van die, ja, van die nep-spelers, zeg maar. Een soort van autobots. En dan zit je er echt zo van, wat... Wat de fuck waren die trouwens aan het doen? Waren die aan het knuffelen of zo? Maar dan kan je ze gewoon in één keer, zodra ze eruit komen, kan je ze allemaal afmaken. Echt gewoon super triest. Maar wel goed voor de punten en zo. Oh, daar hebben we onze Titan. Niet mijn Titan, maar ik wil ook een Titan. Heb ik al een Titan? Oh, ik kan al een Titan laten plaatsen. Oh, fuck yeah. Titans. Bam. Titanfall. Ik weet nog niet of ik deze game ga kopen, want ik vind hem nu wel leuk. Maar ik weet niet of ik hem over een maandje nog steeds leuk vind. Of ik erop blijf spelen, zeg maar. What the fuck, zat vast. Dat heb ik heel snel, hè. Denk zo van, het is wel een leuke game. Ik vind het een hartstikke leuke game, maar voor hoe lang? Oh, fuck. Ja, maar jij. Ja, dan moet je wel naar me toe schieten. Wat? Was die mis? Oh, ik heb iemand gekillt. What the fuck? Hoe dan? Oh, dat is een teammaat. What the fuck? Oh, het blijft altijd moeilijk dit, hè? Oh, schild. Laat me dan langs, bitch. Oh, we hebben echt superveel titans in ons team. Echt 6 of zo. Een fucking 6 titans. Bam. Titan assist, dat was hartstikke mijn kill. Ik schoot allemaal raketten op hem af. What the fuck? Bullshit. Dat is ook zo leuk. Gewoon free kills. Oh. Waarom gaan de mensen voor staan? Spectre, hou je bek. Spectre 1995, waarom moet je weer in de weg staan? Spekkie? Oh god. Nee, dacht even niet. Oh, we zitten wel heel ver vol op de tegenstanders. Wij hebben echt, het is echt 152 tegen 85. Dat kan altijd nog omslaan. Dat is echt gewoon legit een keer gebeurd bij mij. Dat het gewoon een keertje omslaat. En dat het gewoon ineens het enemy team een stuk beter is. Wakko, wakko, wakko. Nee, flikker op. Mijn schild is bijna kapot. En je moet heel erg opletten, want je hebt en levens en je hebt een schild. En je levens gaan kapot als je schild... Dat je levens gaan weg als je schild kapot is. En mijn schild gaat nogal snel kapot. Dus dat is best wel oké. Nou ja, wat doe je eraan, hè? Wat doe je eraan? Oh. Is een... Pak hem gewoon. Pak hem gewoon achteraan. Als ik dood ga, maak ik niet. Oh, fuck, zijn er twee. Twee titans. Niet leuk. Dit is ook echt gewoon een vet titan gevecht. Ik heb nog nooit zo'n vet titan gevecht gehad. Iedereen is een titan.
iedereen. Spectre dood. Ah, waarom gaan mensen voor mijn raketten staan? Dan kan ik niet richten. Van die autorockets, weet je wel. Ik heb een Titan gedoemd. Fuck yes. Is er nog iemand de lucht in geschoten? Nee. Oh, wat? Huh? Ineens was mijn Titan kapot. Dat is niet leuk. Oh, oh. Pak ze. Het dak op. Oh, hier zit er eentje. Dat was al toevallig. Dat ik er precies op zat. 2 minuten duurt al wat korter als ik mensen kill. Fucking Spectres. Deze man. Oh, wat? Huh? Oh, oké. Okay. Dat gebeurt ook niet zo vaak. Oké. Okay. Nou ja. We gaan er maar voor. We hoeven niet eens meer zoveel kills te maken. Het valt echt reuze mee. Maar ik vind het echt... Tot nu toe vind ik dit echt een super zieke game. Echt. Blow my mind. Echt van die robots gewoon. Pff, robot uit de lucht komt vallen. Yeah. En dan gewoon mensen keihard ownen. Oh, wat? Nazi. Dat is echt heel gay. Oh. Oh ja, we kunnen niet meer verliezen, joh. 7 kills is niet zo moeilijk om te maken. 7 grunts of zo. Er is trouwens straks... Dit is in ieder geval niet zoals Call of Duty. Dat het eindigt. Gewoon uit het niets als er genoeg kills zijn gemaakt. Nee, nu moeten mensen proberen te ontsnappen. En dat is op zich best wel vet bedacht. Dat je niet ineens zo van... Oh, einde... Nee, je moet eerst nog ontsnappen, zeg maar. En je kan ook nog gekild worden tijdens het ontsnappen. Dus het is ja, best wel vet bedacht dat je niet ineens... Brrr, einde. Dat is echt wel een beetje over nagedacht een keertje. En dan moet je nog wel nagaan dat van de makers van Call of Duty. Nou, oude makers. Die dachten ook zo van, ja, fuck it, Call of Duty wordt echt gay. Toen dachten ze zelf ook zo van, nee, we gaan iets anders doen. Ik laat ze niet escapen. Dit is niet... De King 77 en Els. Oh. Oh. Oh echt, ze hebben nog maar 2 seconden, dan gaan ze nooit redden. Dat is niet met z'n tweeën. Destroy it. Gooi er een granaat in. Maak hem kapot. Er is helemaal niemand. Er is helemaal niemand op het schip gegaan. Fuck yes. Er is helemaal niemand. Yeah. Lekker lekker. Dat was helemaal niemand. Dat was helemaal niemand op het schip. Dus we hebben gewoon gewonnen. 5 kills. 1, 15 minion kills. 3 devs. Dat is niet geweldig. Het is ook niet slecht. Dus ik ben er blij mee. Ben er blij mee met mijn score. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie meer willen zien. Vergeet dan niet te abonneren. Te liken. Te commenten. En te favoriten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. En tot dan zeg ik. Daag!